En er zijn twee pakketjes binnen. En ik heb oprecht... Wat van die ochtendgezicht. Ja. Terug op de hotelkamer. Daar hebben we ons eventjes klaargemaakt. Stronger's been around since 2000. Goodiebug gekregen van Stronger. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag. En ik ben gisteren teruggekomen uit Londen. Daar is een aparte vlog van gekomen als het goed is. Maar ik heb dit weekend ook best wel een leuk weekend. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog vandaag zaterdag en zondag vloggen. En het wordt dan een soort weekend mini weekvlog vlog. Want maandag ga ik naar Kopenhagen, dus daar ga ik ook een aparte vlog van maken. Maar vandaag moet ik werken tot 6. Maar er is wel een nieuwe collectie binnengekomen, een hele leuke collectie. Dus dat wil ik eventjes aan jullie laten zien. Vanavond heb ik met Rowan afgesproken en morgen gaan we de hele dag naar de Gay Pride. Echt super leuk. En zondag ga ik mijn koffer weer inpakken voor Kopenhagen. Dus ik dacht, zijn wel leuke dingetjes om alsnog eventjes een mini weekvlogje te maken. Er was gisteren dus ook een pakketje binnengekomen van een heel erg leuk merkje. Dus dat shirt heb ik nu aan. Maar dat zal ik wel even laten zien als ik thuis ben vanavond. Wanneer dan ook. Ja. Er is dus een nieuwe collectie bij Alex. Echt een hele grote collectie eigenlijk. Maar het komt dus in 2 delen. En ik heb het zelf ook nog niet gezien, want ik heb natuurlijk nog niet gewerkt. Maar deze blazer, oh my god, deze is echt geweldig. Hij is gewoon zwart. Maar kijk aan de achterkant, heel leuk. Echt, ik hou... echt oprecht heel erg van de blazers van Alex. Is echt super chill. Dit pak heb ik ook achter laten hangen. Dat is deze witte trui. Met zo'n ribbelstofje. Het is een beetje van een vloers spul. En dan op de mouw heb je die Alex kopjes. En daar hoort dus ook een broek bij. Ah! Oh my god, daar hangt er ook een blazer. Een grijze. Of is dit zwart ook? Nee, dit is grijs denk ik. Oh ja, kijk. Het zijn twee verschillende kleuren. Grijs en zwart. Die grijs is ook wel echt heel erg mooi, zeg. Oeh, dat wordt nog lastig. We hebben een zwarte cargo broek. Ook heel vet. Oh, deze trui. Ah, deze is geweldig. Oh my god, deze is echt heel erg leuk. Sean vindt die ook heel leuk. En die hebben we dus ook nog met kleurtjes. Kijk. Dit is toch leuk, jongens. Nou goed, ik ga eventjes de winkel opstarten. Ga lekker werken vandaag. Oh. Ga je dit er echt in zetten? Ja. Oké, ik ga laten zien welke dingen ik van deze collectie wil. Nou, als eerst deze blazer. Ja, wacht. Oh, ja. Ja. Dit pak. Maar ik heb nog wel een beetje over deze. Dit jasje. Vind ik heel leuk. Er staat ook nog wat op de achterkant. Ja. Wist ik niet. Even in. En dit is ook leuk. Deze trui vind ik ook wel erg leuk. Het is ook leuk om hem weer groot te kopen. Dit was het. Bye. Ik ben weer thuis. Er zijn 2 pakketjes binnen. En ik heb oprecht geen idee wat het is. Dit is een pakketje van Bol. Maar ik heb niks besteld. Er staat op Scoopers. Volgens mij zit er echt allemaal... Oeh, oh my god, hier ben ik heel benieuwd naar. Echt allemaal make-up in. Dus allereerst zit er een mascara in die ik een tijdje echt heel veel heb gebruikt. Die vond ik echt heel erg fijn. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Er zit een nagellakje van Essie in. Echt een mooi kleurtje. En mijn teennagels kunnen echt een kleurtje gebruiken. En ik heb pas 1 september weer een afspraak voor pedicure. Dus ik denk dat ik dit vanavond eventjes... lekker op ga doen. Lipglossje in van L'Oreal. Een eyeliner van NYX. Banana Hair Fruit Masker. Dit masker gebruikte ik echt altijd vroeger. Deze ruikt dus heel erg lekker. Die werd mijn haar super zacht van. Ik denk dat ik deze zo meteen ook in ga doen. Want ik wil even lekker een maskertje in mijn haar. Mijn haar even wassen. Masker op mijn gezicht. Even lekker selfcare avondje. Ik zou natuurlijk eigenlijk eerst met Rowan afspreken. Alleen Toe hebt ze mij... haar vriendje, dat is een andere vriendin in de groep, dus voor haar een verrassing heeft. Dus Rowan dacht dat ze met mij kon afspreken, maar dat kan ze helemaal niet. Maar ja, dat kon ze natuurlijk zelf niet zeggen, want zij weet zo meteen pas dat ze met die meiden gaat afspreken. Dus Toe had me geappt van, Fleur, ik hoor net dat Rowan met jou ging afspreken, maar dat kan helemaal niet. Dus ik heb nu een avondje voor mezelf. Even lekker zelfcare avondje houden. Dan Vichy Mineral. Wat is dit? Plumping Daily Booster. Oh, dit ziet er interessant uit. Dan van CeraVe een gezichtscreme.
Dit is ook echt een heel erg chill merk. Dan van Korean zo, ik kan dit nooit uitspreken. Hyaluronzuur voor je gezicht. Is ook echt heel erg goed voor je gezicht. Dan van L'Oreal. Puur vitamine C serum. Ook heel erg benieuwd naar. Ik ben dus helemaal into skincare sinds van de week. Keer die app, die stuurde een snap dat ze dus allemaal skincare had besteld bij Look Fantastic. En toen zei ik tegen haar, oh my god, dat ga ik volgende keer ook echt doen. Maar ik heb hier nu dus allemaal gezichtsproducten. Dan van La Roche-Posay. Oh hier, een verzachtende herstellende balsem. Ondersteunt het herstel van de huidbarrière. Ik denk dat dit voor het lichaam is. En dan iets waar ik net zo enthousiast over werd. En dat is dit. Van L'Oreal. De Elvive-lijn. En ik heb dus wel meer haar shampoos van L'Oreal. Die vind ik echt, echt heel erg fijn. Maar ik zag dit dus heel erg vaak op TikTok voorbij komen. Sulfaatvrij. Omdat dat dus heel erg goed voor je haar schijnt te zijn. Werkt op alle soorten beschadigd haar. Nou, mijn haar is goed beschadigd. Zoals misschien van sommigen jullie wel weten. Ik heb hier een conditioner. Een pre-shampoo. Dat is een soort haarmasker. Ik mag kiezen welk masker ik ga gebruiken. En een shampoo. Ik denk dat ik deze zo meteen ga uitproberen. Heel erg benieuwd naar. Dat was de box van bol.com. Ik heb geen idee waar ik dit aan te danken heb. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus die heb ik gekregen. En dan nog een hele grote box. Van Simply PR. Van Neon Nail. Dat is een removal set. Dus daar kan je de gel lock ermee afhalen, denk ik. Dan, oh my god, zijn dit allemaal kleuren? Ik denk het. Ah! Oké, we gaan het openmaken. Oh, ik dacht misschien zie je die kleuren al. Maar nee. Oh my god. Welke kleuren zijn... Oh. Neongroen. Groen met glitter en nog een neongroen. Hier komt het blokje. En ik denk, ja, dit is de lamp. Heel erg leuk. Lijkt wel Sinterklaas met al deze pakketjes. Eten en dan ga ik daarna lekker een maskertje om mijn gezicht doen. Bovenlip harsen, wenkbrauwen harsen. Nageltjes lakken. Helemaal zin. Het is vandaag zondag. En gisteren ben ik naar de Gay Pride geweest. Heb ik niks gefilmd. Even een heel dagje. Soms is het ook gewoon leuk om eventjes lekker van het moment te genieten. Met de mensen om je heen. En ook niet iedereen zit te wachten op zo'n moment. Op een camera en een giechel. Dus gisteren heb ik niet gefilmd. Maar ik heb wel echt een hele leuke dag gehad. Het was super gezellig. Het regende wel. Af en toe best wel hard. Maar ik vond het ergens ook wel weer knus of zo. Iedereen stond dan met een parapluutje en een poncho. Ik kreeg toch wel weer een ander sfeertje of zo. Dus ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik vond het niet te regen heel erg leuk. Maar ik bedoel, ik vond gewoon de Gay Pride zelf wel echt heel erg leuk. Dus een goed dagje gehad. Maar ik moet mijn koffer gaan inpakken. Want ik vlieg morgenochtend naar Kopenhagen samen met Zoe. Voor Fashion Week zijn we uitgenodigd door Stronger. Superleuk. Maar dan moet ik natuurlijk wel mijn koffer voor gaan inpakken. En het gaat daar 2 dagen als wij er zijn alleen maar regenen. Dus ik moet echt eventjes gaan kijken wat ik mee ga nemen. Ik weet ook niet precies helemaal wat de bedoeling gaat zijn. Ik weet dat we in ieder geval in de avond een soort diner hebben met het event. Weet ik denk ik wel wat ik ga aantrekken. Maar vanmorgen overdag heb ik geen idee wat we gaan doen. En dinsdag ook niet. Alhoewel dinsdag vliegen we om 3:30 naar huis. Ik weet niet dat we die dag nog mega veel gaan doen. En morgen vliegen we om 10:30. Dus komen we daar om 12:00 ongeveer aan. Dat is ongeveer 1,5 uur vliegen. Ik ga even kijken wat ik mee kan gaan nemen. En wat ik ga aantrekken. Mijn koffer van Londen ligt nog deels ingepakt. Dus die moet ik dan gelijk ook eventjes uitpakken. Maar op zich ook wel weer chill. Want sommige dingen kan ik ook gewoon laten zitten natuurlijk. Oké, ik heb hier mijn koffer van Londen eventjes leeggehaald. En ik heb ook wat dingetjes hier liggen die ik sowieso weer opnieuw mee ga nemen. Zoals spiegel, powerbank. Die moet ik trouwens wel even opladen zo meteen. Die paraplu, want het gaat regenen. En ik ga beginnen met het inpakken van mijn make-up. En op de terugweg van Londen, op de hele weg was er echt niks aan de hand met de vloeibare dingen. Zeg maar, want als je alleen met handbagage vliegt, mag een product niet meer zijn dan 100 milliliter. Nou, allemaal gedaan, niks aan de hand. Ik had het in een doorzichtig zakje gedaan ook nog. En op de terugweg naar Londen, of van Londen naar huis, kregen we opeens een kleiner zakje. Zegt hij van, ja, alles moet hier inpassen. Maar ik had parfum bij me, mijn dagcreme, foundation, Charlotte Tilbury, flawless filter. Dus ik moest alles in dat kleine zakje proppen. En gelukkig kon ik mijn parfum en zo nog bij Zoe erbij doen, want die had niet heel erg veel vloeibare dingen bij haar. Maar ik heb ook best wel wat dingetjes weg moeten gooien, dus dat is gewoon echt zonde. Maar dat zakje heb ik dus wel bewaard.
waar dat dus van die vrouw in moest. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon zorgen dat alle vloeibare dingen hierin passen. Dan weet ik sowieso gewoon dat het goed is. Tenzij Kobaag opeens nog een kleiner zakje heeft. Maar ik ga me gewoon een beetje hier aan houden. En wat daarom echt heel erg handig is, is dit pakketje. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen van Parfumado. Ik denk dat heel veel van jullie dit wel eens voorbij hebben zien komen. Ik ook al. En ik wilde dit echt super graag proberen. Want het is gewoon heel erg handig voor al het reizen. Ik ga natuurlijk volgende week ook naar Parijs. In september ga ik naar Ibiza. Dus het is gewoon heel erg handig. En het is ook heel erg chill voor feestjes. Want bijvoorbeeld gisteren had ik dit ook mee. Maar ik ga het eventjes laten zien. Ik heb namelijk van hun 3 geuren ontvangen. In een verpakking. Een travel size om mee te nemen. Ik heb er hier al eentje. Deze had ik dus gisteren mee naar de Gay Pride. En het zijn dus van die metalen, ja, hulsen eigenlijk. En als je hier dan aan draait, zit er dus parfum in. Echt zo handig. Kijk, dit zijn de flesjes. Zijn nog best wel grote flesjes. Je kan hem dus 4 keer op een dag opsprayen en dan doe je er 30 dagen mee. Dit is de geur van Zadig & Voltaire. En het is echt mijn lievelings. Dat is namelijk deze, de This Is Us van Zadig & Voltaire. Dit is echt, echt mijn lievelingsparfum. En deze moest ik gewoon in het mini hebben om overal mee naartoe te kunnen nemen. En dan heb ik er dus nog 2. Deze van Narciso. Deze had ik dus nog nooit geprobeerd. Maar ik zie dus altijd best wel vaak mensen dat ze parfum hebben van dit merk. En dat is dus ook het leuke hier aan. Je kunt dus een abonnement afsluiten voor €14,95 per maand. En dan kan je dus elke maand een andere travel size geur uitzoeken. Het is gewoon heel erg leuk om op zo'n manier allemaal nieuwe geurtjes te ontdekken. Want ja, om nou gewoon gelijk een hele fles van iets te kopen als je nog niet weet of je die geur lekker vindt, is een beetje zonde. Dus dit abonnement is gewoon echt oprecht heel erg handig. En het is ook gewoon super handig om mee te nemen. Gisteren ook had ik het mee in mijn kleine tasje. Zo'n parfumetje kan je gewoon overdag lekker opsprayen. Nou, als je dus met alleen handbagage gaat vliegen en je aan zo'n zakje moet houden, kan je hem ook gewoon meenemen. Want zoveel ruimte neemt het dus niet in beslag. Deze vind ik ook echt heel erg lekker. En dan heb ik er nog eentje. En die geur kende ik wel al, maar die moest ik ook gewoon hebben. Want dat is ook echt een van mijn lievelings. En dat is dit. This Is Her. Ook van Zadig & Voltaire. En die zit dan weer in zo'n roze flaconnetje. Je hebt ook allemaal verschillende kleuren. Ik heb dan nu zwart, goud en roze. Maar volgens mij heb je ook nog zilver en blauw als het goed is. Ik ga hem dus weer open draaien. En dan zit het geurtje erin. En ik heb ook een hele kortingscode voor jullie. Want met de code NIJBAKKER50 krijg je nu de eerste maand 50% korting op je abonnement. Dus dan betaal je de eerste maand maar €7,50 voor je abonnement bij Parfumado. En ik vind het echt oprecht heel erg handig. Het ziet er leuk uit. Het is goed bedacht, zeg maar, qua... Het is natuurlijk glas, maar er zit gewoon een huls omheen. Dus het gaat ook niet kapot. Ja, ik ben echt helemaal fan. Dus deze gaat ook mee. Ik denk dat ik die van Narciso mee ga nemen. En die This Is Her. Want deze heb ik natuurlijk afgelopen dagen meegenomen. Dus ook een beetje leuk om af te wisselen. Dan ga ik even mijn make-up erbij pakken om te kijken wat vloeibaar is. Wat dus hierin gaat. In ieder geval even een parfummetje erin doen. En dan kan ik die ander in mijn tasje meenemen. Zodat ik er voor onderweg ook eentje heb. Een dagcreme die moet hierin. Want dat is natuurlijk vloeibaar. Mijn Charlotte Tilbury. Foundation. Mascara. Wenkbrauwgel. Er is echt zoveel meer vloeibaar eigenlijk dan dat je denkt. En dan doe ik nog deze primer van Glossier. En mijn NARS concealer. Van mijn make-up denk ik het enige vloeibare. Dus dat valt gelukkig mee. En dan nog het enige wat ik daarbij doe is een deo. Oh, een olie voor mijn haar en micellair water. Ik hoop dat dit erbij valt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk denk van niet. Maar oké. Okay. Of moet ik er even wat dingen uit gaan laten. Oké, ik heb mijn foundation eruit gelaten. Dan doe ik gewoon alleen die flawless filter meenemen. En mijn dagcreme past er ook niet in. Misschien hopelijk dat zo je dagcreme mee heeft. Maar dit is in ieder geval het tasje met alle liquids die meegaan. Dan heb ik hier nog eventjes een make-up tasje waar ik andere dingetjes in ga doen. Zoals watjes. Een borstel voor mijn haar. En eventjes andere make-up dingetjes. Zoals poeder voor mijn gezicht. Wenkbrauwpoeder. Wenkbrauwpotloodje. Bronzer. Kwastje, oogpotloodje, nog een bronzer, poederkwast, die. Ja, en hier kan ik dan altijd nog andere dingetjes bij doen wat ik nu even niet zo 1, 2, 3 kan bedenken. Dan neem ik eigenlijk altijd als ik op reis ga een klein spiegeltje mee, want
Je bent met twee meiden op een kamer. Waarschijnlijk is er één hele kleine spiegel. Is het licht slecht in de badkamer. Dus vind ik altijd jongens een spiegel mee te hebben. Uiteraard gaat er ook een oplader mee. Ik moet ook nog eventjes mijn camera opladen vannacht. Zodat dat ook mee kan. Powerbank moet ik vannacht eventjes opladen. Maar daar heb ik wel dan alvast een draadje voor. Oké, ik denk dat ik voor mijn avondoutfit mijn outfit wel weet. Kijk trouwens even. Ik had gisteren natuurlijk deze broek aan naar de Gay Pride. Alleen hij was veel en veel te lang. Oh, zo erg. Maar oké. Ik denk dat ik in de avond... Ik zat eerst te twijfelen. Tussen dit nieuwe pak van Studio Amaya. Maar ik weet niet of ik me daar helemaal mezelf in voel. Op zo'n event met allemaal mensen. Dus ik ga voor iets safer. Ik heb deze zwarte body van de Zara. Ik denk dat echt iedereen die wel kent. En dan met dit... pak van Alex. Ik moet hem wel nog eventjes stomen. Maar het is dus deze broek. Satijnen broek. En er hoort een satijnen blazer bij. Ik denk dat ik dat wel heel erg leuk vind. En dan doe ik deze chillfotos van Nina erbij. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Oké, ik denk dat ik eruit ben wat ik allemaal ga meenemen. Ik heb nu dit pak eventjes gestoomd. Die hangt hier. Nu zie je hem ook gelijk iets beter. Het is gewoon zo'n satijnen broek. Met deze blazer erbij. En toen dacht ik ineens... Ik heb dus ook nog echt van Alex een hele leuke panterbroek. Ik neem echt bijna alleen maar Alex mee. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb dus ook nog deze broek van Alex. Die vind ik ook heel erg leuk. Dus ik dacht, dan doe ik die met een zwart topje. En met een zwarte blazer voor morgen overdag aan. Die is ook gewoon een chille outfit om in te vliegen. En dan... voor... dinsdag, zeg maar, als we daar nog heel eventjes zijn en terug gaan vliegen, dan ga ik het gewoon lekker simpel houden. Dan heb ik gewoon een zwarte sportlegging met een grijs shirtje van de Zara. En dan doe ik daar overheen deze grijze blazer van Alex met die rode accent hier op de mouwen. Vind ik ook wel leuk. Dus ik denk dat dat dan mijn outfit wordt voor dinsdag. Dus dit ga ik nu in de koffer doen. Ik hoop dat die blazer gaat passen in de koffer, maar ik denk het wel. Ik heb mijn koffer helemaal ingepakt. Ik heb hier de outfit voor morgen klaar liggen. Ik zal nog even snel laten zien hoe ik het heb ingedeeld. Ik neem deze paar laarsjes mee voor zekerheid in de avond. Voor als ik toch laarsjes aan wil. Tas, al die vloeibare dingen. Steltang. Dan heb ik aan deze kant heb ik die extra make-up tas. Shirtjes, sportlegging, blazers en die broek. En dan heb ik hier mijn ondergoed en mijn sokken in zitten. En dan neem ik nog een losse tas mee. Even kijken. Deze voor naar het vliegveld. En daar heb ik paraplu in, pasjes, AirPods, paspoort, dat soort dingetjes. En dan moet ik alleen nog eventjes een tas vinden die ik morgen ga omdoen. Maar ik denk dat dat mijn Yves Saint Laurent tas gaat worden, want die is zwart. Dus dat is denk ik wel leuk. Goedemorgen. Hallo. Wij zitten in de auto onderweg naar Schiphol, want wij gaan naar Kopenhagen. Echt wel van die ochtendgezicht. Ja, ik heb ook nog niks op mijn gezicht zitten. Ja, alleen een beetje skincare. Hi. Ja, ik dacht ik ga dat wel vast opdoen, want ik weet niet. Ik heb wel echt alles, al mijn vloeibare dingen heb ik in dat zakje gepropt van Londen. Ik heb dat zakje bewaard. Ja. Maar... gisteravond of gistermiddag wilde ik inchecken. En zo je er namelijk te wel en de mijne niet. Ze hebben dus mijn achternaam verkeerd geschreven. Dus we moeten nu eerst op het vliegveld dat proberen te fixen. Ja, zo. Heel fijn. Ik hoop dat dat lukt. Guilty again. We zitten bij de Burger King. En het is gelukt met mijn kaartje, jongens. Ik ben binnen. Dus ik dacht, ja. Wat? We zijn aangekomen in het hotel en we hebben dus allemaal een eigen kamer gekregen. Dus ik zit hier nu in mijn eentje in de kamer. Misschien dat ze en ik wel gewoon lekker samen gaan slapen vandaag. Dus... Okay. Precies hetzelfde. Vind je het ook een beetje muffelgek? Ja. Maar het is wel heel licht. Ja, ik zat net te vertellen dat we allemaal onze eigen kamer hebben gekregen. Echt een beetje ongezellig. Ja. Het ruikt hier wel iets viezer dan bij mij, hoor. Het ruikt hier echt heel goed. Je mag ook bij mij slapen als je wil.
Ik ga even de kamer laten zien. Maar we zijn net eventjes bij Joe and the Juice als weten wezen drinken. Ik denk dat hier de badkamer is. Ja, dat ook dus wel. Oh, best netjes. Een bad. Ja, best wel grote spiegel. Oh, kijk, gaat helemaal rond. Kijk uit, hè? Want dat was... Toen viel jouw haarborstelding erin. Nou, dit is prima. Ja. Het is wel echt ruim. Ja, het is veel ruimer dan in Engeland. Daar zaten we met z'n tweeën in. Ja. Nog kleinere kamer. Ja, dan liep het ons hier ongeveer, denk ik. Ja. Nou, die Ibiza vorig jaar was wel toppunt. Die was echt heel klein. Ja? Nou, wij samen toen. Oh, wij samen, ja. Maar dit is helemaal prima, joh. Ja, we gaan... Ik even kijken of we naar buiten ergens kunnen. Volgens mij is dus het winkelen hier op een kwartiertje loopafstand. Maar het is wel echt heel slecht weer. Oh, het is zo erg aan het regenen. Het is gewoon nu nog erger dan in Nederland. Ja. Het is helemaal, onze haar was nat geregend. Maar ja. Nou, hoe laat is het nu? Het is nu 3:15. En rond 6:30 moeten we bij de show, event, dinner zijn. Dinner, geloof ik. Gewoon een dinertje. Wij zijn terug op de hotelkamer en hebben ons eventjes klaargemaakt, opgefrist een beetje. Het begon echt heel erg te regenen. Daar straks zijn we gewoon lekker terug gaan naar het hotel. Want de stad vonden wij niet zo denderend. Maar ik heb dit pak aangetrokken van Alex voor vanavond. Dan doe ik deze tas erbij. En Joey heeft... dit leuke roze, blauwe, zilveren setje. Deze blouse van Giquel, tas van Zara, broek van de Bershka, hakjes van Naked, geloof ik. Hallo. En deze oorbelletjes van Frankie. Frankie. Adem. We hebben dus echt geen idee wat vanavond de bedoeling gaat zijn. Nee, we moeten naar gewoon een diner. Ja, we moeten naar een restaurant zo meteen. We hebben daar een diner. En volgens mij gaan ze dan de nieuwe collectie ook of zo laten zien. Ja, zoiets was het. Ik kreeg een soort presentatie of iets. Ja. Dus heel benieuwd. En hopelijk wordt het morgen dus een beetje droog. Want morgen vliegen we om 4:30 terug. Maar dan kunnen we daarvoor nog eventjes... De haven schijnt dus wel heel mooi te zijn hier. Of ja, een ding. Het hoort hier sowieso mooi te zijn. Maar wij hebben het nog niet gezien. Nee, maar het komt ook wel een beetje door het weer. It's not allowed to wear sneakers tonight. Dus ik ga deze even omruilen. Voor mijn haken. Ja, hakken, laarsjes. Women training and sort of living and lifestyle. Stronger has been around since 2013. And it was established in Stockholm by 3 guys. You can do it, Emma. Yeah, I'm just gonna go right into it after filming. So... Oh, ik ben weer terug in de hotelkamer. Zoe die komt hier zo meteen nog even heen. Gaan we nog even chillen samen. Want we hebben natuurlijk allebei een eigen kamer. Maar het eten was echt zo lekker. Dat was niet normaal. Er waren ook echt dingen bij die ik zelf nooit zou kiezen als ik bijvoorbeeld een menukaart zou zien. Maar nu ging ik nou alles proeven. En echt eten was echt super lekker. En we hebben dus ook heel erg lief een goodiebag gekregen van Stronger. Dus allereerst is deze sporttas. En ik vind het echt oprecht heel erg chill. Ik zat hier laatst eens al voor te kijken. Maar nu hebben we hem dus gekregen. Ook echt in een hele mooie beige kleur. En er zitten ook wat dingetjes in. Allereerst een sportsetje. Deze vind ik echt zo mooi. Ik heb de top in een small. In een S. Met oranje en roze. En Zoe heeft dus in het groen met blauw. Die is ook echt zo mooi. Daar heb ik ook een sportlegging bij. Ik vind deze zo mooi, deze kleuren. Leuk ook als je bruin bent. Die heb ik ook in een S'je. En dan zit er ook nog een trui in. Dat is deze oranje trui, die past daar dus weer bij. Ook echt heel erg leuk. Deze trui heb ik dus thuis ook in het blauw en die zit zo lekker. En deze heb ik ook in een S'je. Ik denk dat ik deze lekker ga aantrekken met slapen. Echt super lief en echt heel erg blij ook met deze goodiebag. Ik ga even lekker mijn make-up eraf halen. Ik ga zo even appen dat ik klaar ben. Ik ga eventjes mijn make-up eraf halen, wachten tot Zoe komt. En dan gaan we nog eventjes lekker chillen. En lekker slapen. Morgen vliegen we dus alweer terug naar huis. Morgen vliegen we dus terug naar huis om 4:30. Volgens mij gaan we hier rond 2:30 weg, zoiets. Dus dan kunnen we 's ochtends gaan volgens mij om 8:30 ontbijten met z'n allen hier beneden.
En dan kunnen we daarna nog eventjes het stadje in. We hadden net van een hele lieve vrouw tips gekregen waar mooie winkeltjes en zo zaten. Dus ik denk dat we die kant dan eventjes gaan oplopen. En daar eventjes ons ding gaan doen. Ik heb echt zo'n moe gezicht. Ik ga eventjes wachten tot Zoe er is. Gaan we even lekker op het bed chillen. En dan zie ik jullie morgen weer.